Tot ziens! It's okay to be a little obsessed with jewelry. Ja, we hebben gisteren een auto gekocht. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Oeh. Het is woensdagochtend, heel vroeg. Nou ja, het is bij ons eigenlijk altijd zo vroeg. De kids zijn al wakker thuis. Maar ik sta voor mijn fysio. Ik heb altijd fysio in de week. Voor die rug, voor die bekken, voor die hernia, voor stuff. Dus ik ga even trainen, masseren. Ik heb heel erg last van dit oog. Hooikoorts. Welkom in het seizoen van hooikoorts. Ik ben moe. Die kant. Ja. Wil je lekker aan het spelen, Libby? Wat een James! Wat heb je voor mij mee? Vegetarische, biologische dingetjes. Zonder melk, lactose, zonder tarwe. Ja. Komkom. Zo. Hoe vond je de bakfiet? Zo, maar dat is echt zo chill. Het is zaterdagochtend. Jess ligt alweer op bed. Lou was alweer wakker. Het is zo'n dag dat ze weer allebei apart hun slaapjes doen. That's okay. Libby? Ja? Laat je kleertjes eens zien. Libby is echt heel leuk. Ze zit echt leuk in de zomer. Kijk dan hoe leuk Libby is. Heb je nieuwe sandaaltjes? Tadaa! En je mooie pet. Pidi. En Louie heeft ook zijn korte broek aan. Papa is alle kartonnen dozen aan het kapot maken van lab roast. Als dat allemaal boven ligt, doen we één keer in de zoveel tijd naar beneden naar de stort brengen. Ja. Is je klaar? Met je banaan? Klaar met de banaan. Vandaag gaan we klusjes doen. Ik had bij Too Good To Go vandaag een broodpakket voor €2,99. Met 5 zakken bolletjes. 2 hele broden. En 1 zak bolletjes was al €2. Dus we hebben er lekker brood in geslagen. Hoef je geen banaan meer? Hoef je niet meer? Zit je vol? Oké, die is vol. Ik ga je nog even ontbijten. Ik probeer jullie zoveel mogelijk mee te nemen vandaag. We hebben gisteren een auto gekocht. Daarom waren we in Friesland. Een Renault Meganos. Deze. En dan is onze Link & Co abonnement zeg maar af. En zo besparen we weer €200 per maand. We zijn heel goed bezig met de finance. Vandaag is klusjesdag. 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 Gaan we spelen? Spelen of wil je nog eten? Wil je meer eten? Wil je drinken? Drinken. Drinken. Oké, okay, hij wil drinken.
gebarentaal, waar het niet goed voor is. Hé, Steve? Vandaag is klusjesdag. Gaat het goed, Libby? Alles kan en alles mag. Van ja, het is kusjesdag. Wat was het? 7 seconden knuffel, toch? Nee, 7 seconden kussen volgens mij. Nee, 7 seconden. Nee, volgens mij was het... 7 seconden. Nee. Knuffelen. Nee, was... Mama, ja? Ik heb een spring met de camera. Oh. Ik heb echt een vet, mooi, leuk kettingje gekregen. It's okay to be a little obsessed with jewelry. Super leuk. Bij Ines. Ik heb dus een code waarbij je 50% korting krijgt op deze mooie juweeltjes. Ik heb hier ook allemaal eventjes wat fotootjes van supermooie armbandjes en oorbelletjes en zo die je kan bestellen. En het is echt super betaalbaar en ik ken haar ook en ze is een super leuke meid. Dus ik zou zeggen, kijk eens even bij haar online. Bij Ines Online. En ik zal hier eventjes de kortingscode neerzetten. En dan krijg je korting. Super leuk. Kijk nou hoe leuk voor de zomer. I'm obsessed. Obsessed. Nou, we gaan even lekker genieten van het weer. Weten jullie nog het gedoe met die mospissenbedden in die lavendelplantjes? Stefan heeft geld teruggekregen en hij heeft nieuwe plantjes gekocht. Dus we gaan ook die lavendelplantjes proberen om nog even te verplaatsen. Ook in de zon. Misschien dat dat helpt. Dus we hebben nieuw grond, nieuw... een shizzle en dan hij heeft Stefan bamboe gehaald. Echt heel mooi. Ik zal het even laten zien. En nog een mooi paars plantje. Ik weet al die namen niet, joh. Kijk, bamboe. Niet woekerend, want je moet geen woekeren halen. En deze, echt super cute. Echt heel mooi. Ja, ik weet die naam niet ervan. Oh, wacht. Het is deze. En een bamboe. Echt superleuk. Balkon. En insectenspray. En muizenvallen. Echt een leuk kettingje. Ik ben er helemaal blij mee. Echt heel leuk. Oké, oh ja, mijn nageltjes, die gaan eraf. Ze heeft ze nu klaargemaakt om alleen maar echt naturel. Zodat ik het eraf kan veilen en de uitgroei eraf kan veilen. Super jammer. Maar past niet meer in het budget. Dus dan moet je er even mee stoppen. En ik vond het ook wel even goed om mijn nageltjes te laten ademen. Ik vind dit echt super mooi eigenlijk, dit naturel. Ja. Zo, nou de nieuwe plantjes zitten er al in. Lekker koekje eten, opa zit er ook bij. Nou, heel leuk vind ik dit. Ja! Bij Marleen denk ik. Oh jee. Goed zo. Kijk, daar komt het water al. Wat kan je dat goed? Fantastisch. Zo, samen doen. Hier nog een beetje. Tante Maaike is jarig! Wee! Lekker aardbeidjes eten. Ja.
Hi Sky. Hoetje. Hey, weet je hoe fijn het voelt dat ik eens een keer niks mag hier? dat ik jou gewoon eens een keer kan duwen. Het is woensdag. I'm so... Stond bijna in beeld dat hij deed. Het is alweer woensdag. I'm so sorry voor de late update. Maar life was crazy busy. Vanaf zondag tot en met vanavond. Ja. En ik heb mijn telefoon niet meer zo vaak bij de hand. Omdat ik veel bewuster met de kids bezig wil zijn. En niet te vaak mobiel meer in de buurt te hebben. Maar dat betekent ook dat ik minder film. En that's okay. Dat zeg ik ook volgens mij heel vaak. We hebben maandag de verjaardag van mijn zus gevierd. Die werd 40. 40. Ik vind het een hele mooie leeftijd. Het was echt heel leuk. En een mijlpaal voor mij. Het is voor het eerst dat ik alleen met 3 kinderen 50 minuten gereden heb. Dus dat vond ik echt heel fijn. Ja, dat is gewoon een mijlpaal. Dat was echt mijn doel om dat weer te kunnen. En dus ik heb het echt gevierd met taart. Dinsdag moest ik met Libby naar het ziekenhuis. En ook weer onderzoekjes. Wat er allemaal uitkomt is dat Libby haar amandelen eruit gaan. Dus haar keel- en neusamandelen. Ze is heel moe en ze is aan het huilen nu. Maar papa is aan het voetballen met haar buiten. En vandaag woensdag weer gewerkt. Psycholoog geweest. Live. Oh ja, gisteravond naar het concert geweest. Concert. Naar de worship night van Battle Music. Battle Music was in Ahoy Rotterdam. Ahoy Rotterdam. Ik was kapot moe. En mijn rug. Maar het was zo fantastisch. Oh, we waren gewoon echt weer even terug in Battle. Echt weer even terug in diepe connectie en worship tijd. En gewoon 2 uur lang... Een volle aanbidding. Oh. Ik ben er nog steeds op aan het teren. Het was echt bijzonder. Het was echt heel gaaf. Ik ben heel dankbaar dat we naar daartoe zijn gegaan. Komende week wordt een hele leuke week. Want we gaan de verjaardag van de tweeling vieren. En dan denk je, Sanne nu al. Want ze zijn pas 21 juni jarig. Maar zondag worden ze opgedragen in de kerk. Voor degenen die dat niet kennen, is het een soort dopen. En dan doen wij opdragen. En daarna komt de hele buts mee hier naartoe. Voor taart en koffie en thee. En toen dacht ik, ja, ik ga niet Limburg nog een keer over laten komen. Over 3 weken wanneer ze 1 worden. Dus toen dacht ik, we vieren het allemaal lekker op zondag. Dus ik ga weer een hele leuke taart maken. Dus dat ga ik filmen. En... een verjaardag gewoon filmen. Als jullie nog tips hebben voor een cadeau voor een tweeling die 1 wordt. Please let me know. Please let me know. Zet het even in de comments alsjeblieft. Anyway. Ik ga deze vlog niet online zetten. Maar goed, als je dit ziet, dan is die al online. En ik wens jullie een hele fijne week. Blessings and more blessings. En dat je deze week... een fantastische bemoediging mag vinden, mag krijgen in de natuur of buiten of binnen. Papa. Oké, ze komen binnen. Doei!